Beste Martin, van de Malenburgerweg was jij naar de 3B-hoek gekomen. Wat een gebied, zo groot, dat kon je niet bevroeden, niet in je stoutste droom. Niemand op jouw niveau om je in te werken, maar met jouw kwaliteiten liet jij je daardoor niet beperken. En dat is maar goed ook, want met twee kapiteins op een schip raakt altijd wel één in een dip. Een nieuw concept, het Viking Plus, dat was nog eens een klus. Er moest in het Viking Plus direct met een nieuwe formule van de kant. Ondanks dat de meesten aan het oude hun hart hadden verpand. Jou werd gevraagd om collega's te laten bewegen, maar dat viel nogal tegen. Toch grepen diverse collega's de kansen aan en ze zijn er uiteindelijk op vooruit gegaan. Typerend voor jou is je ijver en je werklust, maar op jouw niveau is dat een absolute must. Altijd maar doorgaan en nooit verzaken, zo weet je bij een beweging de motivatiestrijd te raken. Met regelmaat gebeurde er iets in de wijk en kon een PV bevind niet later. Nee, sterker, het moest direct met stoom en kokend water. Voor nieuwe ontwikkelingen sta je altijd open, ook al moet je dat met een kleine schade bekopen. We waren met wat collega's naar een presentatie en die ging over burgerparticipatie. Bij jou thuisgekomen hebben we nog even zitten bomen, maar als altijd moest er tot een afscheid komen. We keken bij jou in de garage en wat zagen wij zonder geheim? De hele garage lag vol met wijn. Twee flessen werden door ons aan bakkers geofferd, want waren wij een boffert. Ook bleef jij ons bestoken met verhalen over koken. Met verhalen over wijn en lekker eten wilde jij de tijd nog wel eens verleden. En daarom hebben we met, je iets gegeven waar je met veel plezier, waar je veel plezier aan zult beleven. Sorry, maar ik moest even wat aanpassen in het dicht. Ik dacht dat je vrouw en kind mee had. We zijn nu aan het tennissen. Dus. Bedankt voor alle mooie jaren. Ik zal ze altijd in mijn hoofd bewaren. Dankjewel voor de mooie woorden.